Oké, 3, 2, 1. Au, au, au. Nieuws. Hallo, hallo. Mag ik hier kennis maken met de Nederlands kampioen bodybuilder? Nou, hoe weet jij dat nou? Hoi Anita, Sarah. Hoi. Hallo. Jezus Christus, wat een stevige hand. Ik ben mijn helm vergeten, is dat een probleem? Nou, ik zou voorzichtig doen met je hoofd. Het is best wel uitzonderlijk natuurlijk. De meeste mensen die aan bodybuilden doen zijn mannen. Jij bent een vrouw, je bent 64, dus nou ja, ook een relatief oud wijf. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dit oude wijf traint al even kijken, vanaf mijn 17e. Ja. En ik ben een paar jaar tussenuit geweest, omdat ik 5 hartinfarcten heb gehad met 5 stents. Ik heb 2 herseninfarcten gehad, een aantal TIA's. Ik heb een hele nare tijd achter de rug. Maar ik ben altijd wel doorgegaan met trainen. Tot groot ergernis van de cardioloog. Die zei, rustig aan, ga nou gewoon revalideren. Maar ik ben eigenwijs, ik revalideer op mijn eigen manier. 5 hartinfarcten verder. Ja, als je de 5 hebt, kan de 6e er ook nog wel bij. Dus je bent gewoon eigenlijk verslaafd? Ja, dat is mijn grootste verslaving. Ja. Op een junkootje na. Op een junko na? Ja. Lekker aan niet. Je bent helemaal my cup of tea. Maar wat doet het met je liefdesleven? Want ik bedoel, ja, we geven elkaar zojuist een hand. En ik val bijna om. Hoe gaat dat met de gemiddelde man? Die los ik allemaal de deur uit. Ik vind mannen vervelend van mijn leeftijd. Dus als er een jong iemand zit te kijken, iemand die niet geïntimideerd is door jou, dan mogen ze zich bij je melden? Ja, vanaf 35. Vanaf 35? Ja. Okay. Nou, mannen, knoop het even in je oren. Weet je, ook gespierd zo, nou, weet dat je? Dat mag, ja, dat en, moet, ja. Mag ik mezelf wel MILF noemen, toch? MILF. Ik gebruik geen steroïden of anabolen. Jij wel? Nee, ik kan het niet gebruiken, want ik heb een slecht hart. En als ik ga gebruiken, dan kan je hier mijn kist neerleggen. Kom, we gaan ervoor. Even omkleden jij en we gaan ervoor. Ja, nou, hup, tot zo, oud wijf. Nou, oude pispoes, heb je een andere pakje aangetrokken? Ik heb even een ander pakje aangetrokken. En je hebt je trofeeën mee? Kutjes mee. Ja, ze zijn niet zo mooi als die van Max Verstappen. Het is real plastic. Ze zijn besteld bij de AliExpress. Ja, maar ik denk het wel, ja. Nou, gaan we eerst even armpje drukken, even een lekkere warming-up en dan gaan we de sportschool in. Ja. Maar dus niet, ik heb hier geen zin om met een gekneusde pees of zo weg te gaan. Waarom niet? Oké, 3, 2, 1. Au, au, au. Oh, ja, okay. Gefeliciteerd. Dankjewel. Prettig zaken doen. We gaan trainen. Volgende en tevens laatste oefening, want ik bedoel, het moet wel een beetje leuk blijven. Wat is dit? Een beetje leuk blijven. Kom op, meid. Maar wat is dit? Dit is voor je rug. Hij staat nu op? 50. 50. Is dat zwaar? Ja. Okay. 2. 3. 5. Best wel zwaar. Helemaal strekken. Ja, ja. Strekken die armen. 7. Strekken, man. 8. Je bent al een luisterkreet. Hou je mond. 9. En 10. Maar even afsluitend. Je bent sterk, je bent oud, je bent leuk, je bent grappig. Ja. Het enige wat dan nu nog mist, is een leuke man. Ja, en een plastisch chirurg. Oh, wat dan? Nou, na al dat afvallen, heb ik natuurlijk wel een heel ingevallen bekkie gekregen. Dus wat wil je dan? Nou, het mooiste zou zijn een leuke plastisch chirurg en dan even een beetje dit zo. Ja. Ja. En dat je daar dan ook meteen mee kan seksen? Ja, ja, weet je wel. Ja. Dat ook van, kom maar op. Ja, ja. Ik ga wel even op zitten. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!